première van de comedy Wel is de film in TBL Cinemas is succesvol geweest. De hoofdrolspeler, tevens producent, is Ruben Welles. Het succes van de première ligt in het feit dat alle kaarten uitverkocht waren. Welles heeft voor aanvang van de film een persconferentie gehouden, waarin hij onder andere aangaf hoe deze film tot stand is gekomen. De film gaat over Welles en ik speel mezelf. Ik ben een bode in de film. En ik raak verliefd op Abby Jo en dat is Amara in de film. En ze is een beetje out of my league. Maar ik wil er toch daten. En ze zei, oké, als je me wilt daten, dan moet je 3 opdrachten uitvoeren. Zal ik ze doen? En wat gebeurt er? Dat moet je straks gaan zien. Met deze film wil Welles een platform en push geven aan de Surinaamse jongeren om niet met hun ideeën thuis te zitten. Zij moeten elke mogelijkheid aangrijpen en benutten, zegt Welles. Met mijn film wil ik Surinamers en vooral jongeren als mij, wil ik zeg maar een platform geven en ook een push geven dat hey, blijf niet thuis als je een idee hebt, just do it, snap je? Ik weet, als ik ook zeg maar gedacht had dat like, ja, we zijn in Suriname, we gaan het toch nooit kunnen doen, dan had ik nooit iets gedaan. Dus ik heb gewoon gezegd, hey, ik wil het doen. Volgens de producent is het de bedoeling om de film in het buitenland te vertonen. Hij wil echter eerst aan de copyrights en de taal werken, zodat de film begrijpelijk wordt voor buitenlanders. De comedy Welles de film heeft $15.000 gekost.